Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's All Tracks, de enige echte natuurlijk. Nou jongens, het kermisseizoen gaat weer beginnen. En de volgende vlog, dan kunnen jullie de eerste kermis verwachten van dit jaar. 2022, weer een heel nieuw kermisseizoen. Ik ben reuze benieuwd. Wat gaat het worden? Wordt het net zo'n succesjaar als vorig jaar? Vorig jaar natuurlijk een heleboel kermissen gedaan. Ik ga ze niet weer allemaal opnoemen, allemaal. Maar we hebben er echt een record aantal gehaald. Gaan we dit jaar dat ook doen? Of gaan we dit jaar er minder doen? Of gaan we er dit jaar zelfs meer doen? Ik ben reuze benieuwd. In ieder geval. Ja, we moeten daar even weer kijken. Want uiteraard, als we naar de kermis gaan, dan zijn er weer een hele hoop mensen die weer afbellen. Want die kunnen dan weer niet. Ja, het kermisseizoen gaan we beginnen. En iedereen meldt zich ziek. Dus nu gaat Joost weer niet mee. En ik weet nog niet of dat Kevin meegaat. In ieder geval, zoals ik nu gehoord heb, gaat het momenteel door. Maar ja, het kon elk ogenblik dat het weer niet doorgaat. En dan zit ik weer met de gebakken peren. Maar als het goed is, gaan we morgen de allereerste kermisvlog van 2022 gaan we opnemen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Laten we er weer een leuk kermisseizoen van maken. Laten we weer naar een hoop kermissen gaan. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het moet alleen wat minder. Het moet even wat minder koud zijn. Afgelopen week was het ontzettend mooi weer. En ik krijg dan wel weer. Ik wil bijna iets zeggen. Ik krijg weer bijna jeuk, krijg ik ervan. Ik heb weer zo zin in de kermis. Ik heb er zoveel zin in om weer lekker naar de kermis te gaan. Om weer een leuk kermisseizoen te draaien met de jongens. En we gaan wel weer afwachten wat dit jaar wordt. Zullen weer een hele hoop kermissen zijn. Ook weer een heleboel kermissen waar we vorig jaar ook geweest zijn. Misschien wel weer Roosendaal, Oosterhout. Dat zijn een beetje de bekende kermislocaties zijn dat. Den Bosch zit er ook altijd bij. Rotterdam. Er zijn er in ieder geval een heleboel. Jullie hebben het in de vorige vlog gehoord. Of in ieder geval in de vlog van de wandeling met Joost. Ja, toen ging Joost nog mee. Nou, ineens gaat het weer niet door. Maar jullie weten dus waar de volgende kermis is. En dat schijnt een kinderkermis te wezen. Ergens in Rotterdam. En daar gaan we onze allereerste kermis gaan we daar beleven. Ja, een keertje lekker dichtbij. Vorig jaar, toen was ons allereerste kermis als Arnhem. Dat was een stukje verder weg. Dit keer een kermis lekker dicht bij huis, waar we dus het seizoen aftrappen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik ga hem ook neerleggen. Dit was even een announcement. Eventjes een mededeling. Dat weer het kermisseizoen weer begonnen is. Dus blijf mijn kanaal in de gaten houden. Als je kermisliefhebber bent. Als je de kermisvlogs heel erg leuk vindt. Blijf kijken, want er komen weer kermissen aan. Het is weer begonnen, het kermisseizoen. Gelukkig, eindelijk. En ook geen corona meer. Geen coronaverplichtingen meer. Geen regeltjes meer. Dus dat is al heel erg lekker. Dus blijf het kanaal in de gaten houden voor de kermislos. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En dat zal dus de kermis zijn in Rotterdam. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.